Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag ga ik jullie laten zien wat ik eet in een dag. Het is nu 8 uur en ik ga beginnen met ontbijt. Ik ontbijt met oats. Normaal gezien neem ik zo'n oats, gewone oats, plain oats, wat veel gezonder is. Maar ik ben de gewone oats een beetje beu, dus nu neem ik deze. Dit is smaak cassonade. Maar ik zou deze niet aanraden, want daar zit heel veel suiker in. Maar oké, ik vind ze lekkerder. Oké, Niels heeft al peanut butter voor me klaargezet, maar ik denk dat ik dit potje niet in de micro kan doen, dus ik ga er zelfs bij doen. Ik ga deze open doen en vullen met kokosmelk tot aan de lijn. Dan hierin doen en 2 minuutjes in de microgolf steken. Na 2 minuten ziet de havermout er zo uit. Dat is goed roeren. Ik hou ervan dat die nog zo'n beetje loperig is. Anders is dat zo te, ja, ik weet niet, te droog, vind ik. Dan ga ik de peanut butter erbij doen. Dat is wel veel. Ik ga dat misschien in de helft doen. Kijk, ik ga de peanut butter, ik ga de helft ervan nemen. Anders zijn dat te veel vetten. Moet ik in de micro, in de frigo terugzetten. Dan ga ik blauwe besjes erbij doen. Ongeveer een handje, denk ik. Dus ik pak er wel. Dus ongeveer zo. Nog wel iets meer. Nog een handje. Zin in besjes vandaag. Hè. En dan kaneel strooi ik er bovenop. En voilà, dan hebben we mijn ontbijt. Quick, easy en gezond. Maar nog gezonder als je gewone oats neemt zonder suikers. En een groene thee, want dat drink ik echt elke ochtend. Ik drink 's ochtends een groene thee. En dan voor mijn middageten, een half uurtje ervoor, drink ik ook nog eens een groene thee. Kun je goed van naar het toilet van die antioxidanten. En groene thee is gewoon gezond voor u. En als ik heb geroerd, ziet het er minder mooi uit. Maar het is nog altijd lekker. Smakelijk. En ik heb lunch gemaakt. 2 boterhammen met tomaatjes. En 1 alleen ei. En 1 ei en tomaat. Dus dat is lunch. En ondertussen, ik zit in de zetel onder het tekentje, want ik had het fris. Ondertussen ga ik monteren. Muffin, gaat je mij helpen monteren? Ja? Muffin is obsessed met touwtjes, hè. Milky, gaat je ook helpen? Gaat je ook helpen, Milks? Ja? Ja? Oh, baby's. Ik ben ondertussen terug van de gym. Ik ben even naar de gym geweest. Allee, even wel. Een uur en een half. Ik heb 35 minuten cardio gedaan. En voor de rest heb ik krachttraining gedaan. Heb ik mijn poep getraind. En nu als snack. Ik was in de Lidl en ik had heel veel honger. Eet ik iets niet zo gezond. Dinosaurus koeken. Met melk, chocola. Oh. Dat is niet goed ten eerste, omdat ik lactose intolerant ben, dus voor mijn darmen is dat niet goed. En ten tweede, het is gewoon niet zo gezond. Oké, okay,
eet wel de rest van mijn dag heel gezond. Dus zoveel kwaad kan er nu ook weer niet. Je moet gewoon in moderatie eten. En één pakje koeken per dag. Ça va. Het is niet dat ik heel die doos leeg eet. Het is maar één pakje. Dus dat is mijn snack. Ondertussen ben ik terug bij Niels. Oh, ik ben weer al verkouden aan het worden. Ik hoor precies weer niks. En mijn sinus is het toe. Ik moet heel altijd snutten. God. Ik heb dat echt net gehad. Voor de feestdagen. Ik heb wel pillen bij. Alleen voor mijn keel. Nou, ik ga avondeten maken en ik ga salm maken met groentjes, geen carbs. Dus dat is wat we vanavond gaan eten. Niels is trouwens naar de fitness nu. Komt zelfs thuis, maar ik ga al eten want ik heb honger. Ik ben de oven al aan het voorverwarmen op 180 graden. Dan ga ik mijn vis in zilverpapier doen en erin zetten voor 20 minuutjes. Voilà, ik heb twee papillotjes van zalm. Het enige wat ik erop heb gedaan is peper, zout en op elk twee van die kersttomaatjes in de helft gesneden. En die mogen, als de oven klaar is, yep, mogen in de oven voor 20 minuten. Heel simpel. En dan ga ik de tijd opzetten. Start. Wat doe ik daar hier weer al? Het is voor mij even wel moeilijker om allemaal te zien in zo'n andere keuken. Voilà. Hup, 20 minuutjes. En als groentjes heb ik eigenlijk heel gewoon, heel gemakkelijk stoomgroentjes genomen van de Lidl. Komen in zo'n zakje. Er zit niks op, geen kruiden, geen saus, niks. Gewoon puur groentjes. Dus dat is wel handig. Tada! Dinner is ready. Lekker zalmpapillot en heel veel groentjes, omdat we geen carbs hebben. Oké, dat was mijn what I eat in a day. Ik heb verder niks meer gegeten buiten een paar M&M's. Ik zal het eerlijk toegeven. Anders gaat Niels mij misschien wel raden. Ik ga hier ook de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie volgende video.